In deze bijzondere serie volgen we de vrijdagavondgroep van Merwe Radio. In deze vijfde aflevering kijken we terug op de maand januari en we beginnen met Theo en Gino. Metal Shock, hard rock op Merwe Radio. Elke vrijdag om 9 uur. Met Heavy Theo Pelen en Iron Gino Citrop. En met medewerking van postorderbedrijf Binky's Mystic in Sliedrecht. Allemaal aanstaan. Hoor je dat, joh? Hey, hoor je dat? Volgens mij is er wat aan de hand of zo. Ja, dat vind ik wel leuk. Er wordt gelijk hier gegild in de studio. Want ik zie op mijn scherm voor zie ik vier eentjes staan. Ja. En dat die vier eentjes staan voor één getal. Dat is natuurlijk 11-11 of 1111. Wat is het? 1111. Ja, 1111ste uitzending. Ja, gefeliciteerd, Theo. Ja, jij ook wel. Ja, dankjewel jongens. Ja, twee jaar terug was de duizendste, dan was het 11-11-2011. Dus wij hebben iets met elfen. Hoe kom jij in je nieuws? Ik heb aan de vakbladen, in die tijd zeker, de Aarschok en zulke dingen. En er staan allemaal nieuwsfeiten in. En die verzamelde ik, die ik denk, wat er interessant was voor onze luisteraars. En die typte ik vroeger uit en tegenwoordig... dan neem ik die bladen gewoon mee en dan lees ik het netjes voor. Ik weet ook natuurlijk niet alles. En op het internet kan je veel nieuws halen. Ja, het internet is nu ook opgekomen, zoals iedereen wel weet. Merk je ook dat het nieuws ook nog afgenomen is nu het internet opgekomen? Is dat er minder optredens zijn of minder dingen die jullie zeg maar binnenkrijgen? Nou, kijk, de cd's krijgen wij niet meer binnen. Vroeger kregen we gewoon 200 in een jaar binnen. En dat is helemaal gestopt. We krijgen nou gewoon aparte sites van platenmaatschappijen. Waar wij als enige de cd's af kunnen halen. En voor de rest, je doet toch een beetje kopiëren en om alles bij te houden. En dat probeer ik altijd. Dus door het internet is het wat makkelijker geworden eigenlijk. Maar je hebt niks meer origineel. Als jij de luisteraars nog maar een oproep mocht doen naar de luisteraars toe of naar de kijkers toe van Merwe TV, wat zou je hen dan willen vragen of willen zeggen? Nou, dan zijn altijd verzoeknummers die ze naar ons kunnen sturen. Want de laatste tijd wordt dat wel een beetje karig, de verzoeknummers. Vroeger ging dat heel goed. Dan zond iedereen een verzoeknummer die in. En dan kan je gewoon doen naar theopelen@gmail.com. En dan draai ik hem hier vrijdagavond. En iedereen moet gewoon elke week luisteren. De 1111ste uitzending, ja. Hoe krijg je het voor elkaar? Nou, dat vloog om. Maar eigenlijk moet ik zeggen, hoe krijgen jullie het voor elkaar? Nou, het was gewoon leuk. En het was toen leuk, het was toen spannend. En ik moet zeggen dat ik hier nog steeds elke week met plezier naartoe kom. Dus het is niet zo moeilijk. En de tijd vliegt, dat zou je wel merken. Ja, want daar haal jij je muziek vandaan? Hoe bedoel je, die we hier draaien? Ja, onder andere. Nou, in het begin draaiden we veel wat we eigenlijk kregen van de platenmaatschappij. En de laatste jaren kan je toch meer je eigen keuze maken. Dus er is wel veel, net wat Theo al zei, dat je kunt het van een website afhalen. Maar je kan natuurlijk meer kiezen eigenlijk. En voor de rest is het gewoon puur, we letten op wat eruit komt en dan wat we leuk vinden draaien we. Soms wat we echt slecht vinden, laten we dan ook even horen. En voor de rest is het verzoeknummers natuurlijk en eigen smaak. En als je naar de luisteraars, want je moet zo weer door met de show. Als je de luisteraars en de kijkers nog iets mag toewensen, wat zou je dan tegen ze willen zeggen of aan ze willen vragen? Hou van muziek en geniet ervan van muziek. En vooral naar je eigen soort muziek. Maar probeer ook eens een keer naar hard rock te luisteren. En een goed begin is de vrijdagavond natuurlijk om 9 uur. We hebben... Kennelijk een kleinigheidje voor je, Arie. Kijk eens aan. Ja. Het is natuurlijk weer eetbaar. Alleen, Roel heeft gevraagd of wij het woord voor hem willen doen. Ja. Okay. Maar Roel is een van jouw trouwste bewonderaars en luisteraars. Ja, en, dankjewel, hij komt regelmatig naar de studio toe, maar hij ligt ook vaak op zijn bankje. En maar hij krijgt van de toch klanken. Af en toe is een sms'je van goed nummer, Arie. Ja, dat doet hij wel. En omdat Roel in het Kompas een heel leuk artikeltje zag, en leek het hem wel gepast om jou iets aan te bieden. Ja. Daar heeft hij een neusje voor. En hij valt er wel eens met zijn neus in. Dus als er ergens een gaatje zit, dan weet je hoe dat komt. Arie, je bent nu 10 jaar bij de radio. Dat las ik in de Kompas. Ik denk, nou, ik moet iets voor je doen. Dus dit heb ik voor je laten maken. Hartstikke bedankt, Roel. Ja, we gaan Zou even kijken wat erin zit. Wow.
slecht voor je calorieën, Roel. Wat zit erin? De luisteraars kunnen dat niet zien natuurlijk. Hè? Want, nee, ik zou... Ja. Het is een witte doos. Ja. Een witte doos. Ja, dat zijn jouw woorden. Dus. Met een hele grote taart met een foto erin. Met een boel fruit en slagroom, marsepein. En ja, het is inderdaad... Als je dat opeet, dan heet je met je achternaam bakker. Okay. Dus... Een soort van verboden vruchten. Ten slotte, de laatste vraag. En je gaf in de wandelgang al een beetje aan van... God, dat vind ik moeilijk. Maar we hebben nu de afgelopen 10 jaar die AR gehad. Ja. En op naar de volgende 10 jaar. Maar wat zou voor jou er nu echt uitschieten? Wat zou er voor jou in het verschiet liggen? Wat lijkt jou nu de komende 10 jaar echt geweldig om hier nog eens mee te maken? Een bekende artiest, hè? En zou ik dan zo brutaal mogen zijn om te vragen wie je hier dan graag zou willen hebben? Want ja, de vrijdagavond en de aftershock zouden dat allemaal niet zijn als we dat dan niet zouden gaan proberen. Ja, dat weet ik niet. Maar je probeert wel eens een belangrijke of een beroemde band te krijgen. Maar ja, vaak is het hoe zeg je dat? Dan, als een band bekend is, dan is de spanning weg. Dan wordt het moeilijker om een band te krijgen. En de band zelf zegt, ja... Ik word niet betaald. Of er zit altijd een commerciële gedachte achter. En ja, dat gaat niet. En aan de ene kant kan je, als je een band hebt gehad hier en die heeft het heel naar zijn zin gehad en die breekt door om nog een keer terug te komen zonder dat je daarvoor te betalen, ja, dan heb je eigenlijk iets bereikt wat echt super is natuurlijk. Dus een onbekende band die hier geweest is, die bekend wordt en die dan toch nog terugkomt. En internationale bands, hè, Engelse bands, was ook altijd leuk. Duits, Engels, maakt niet uit. Dat brengt toch weer een stukje room op de taart, zeg maar. Dat is toch weer een stapje extra. Dan moet je taal moet je beheersen, Engels. Dat gaat niet echt makkelijk, hè. Want ja, je praat niet zoveel Engels of Frans, dat vervalt helemaal weg. En Duits, ja, de schoenendoos taal wordt het dan. Maar dan word je wel getriggerd. Dan krijg je weer een soort frisse wind eigenlijk door je haar van... Hey, dat moet ik weer anders gaan doen. Dus dat moet je weer voorbereiden. Dus er zit wat meer energie achter. Dus een bekende band dus. Dat zou heel leuk zijn. En inderdaad wat internationale bands uit het buitenland. Die hier gewoon eventjes langs lopen. Ja, dat zijn wel leuke dingen voor de komende 10 jaren. En natuurlijk hele goede bands die niet bekend zijn. Maar die toch heel goed zijn. Dat zijn er nog best wel veel in Nederland. Die niet play-air krijgen op de landelijke radiostations, die eigenlijk gewoon altijd tegen de grens aan blijven hangen en die dus ja, nooit de kans krijgen om door te breken. En die dan toch een kleine vinger te geven van nou, je hebt in ieder geval een radiostudio opname en eventueel nog in een klein poppodium zoals Elektra om daar wat energie en aandacht aan te schenken. Het is misschien een halve druppel op de platen, meestal wordt druppel gezegd. Maar in dit geval wordt het een half druppel, maar alle kleine beetjes helpen. Dus dat probeer je dan, of dat ga ik doen, de komende 10 jaar proberen te bereiken. Ja. Theo en Gino zijn ooit begonnen met het programma Steel Cock. Dat werd toen na een prijsvraag Metal Shock. En bij de 100ste uitzending van hun programma kregen zij vanuit het bestuur een tweede uur. Nou ja, jullie hebben dat een aantal weken ingevuld met... Laat me zeggen, meer van hetzelfde. En ja, na een goede 2 maanden was jij dat al aardig zat, Gino. En toen gaf je aan van, ik wil een ander format, ik wil een ander idee, ik wil een ander item. En ja, met de mensen die regelmatig kwamen buurten, die of jou of Theo vervingen op het moment dat jullie er niet waren. Is toen het plan ontstaan van, ja, we gaan de mensen die willen presenteren, gaan wij de techniek van verzorgen. En die gaan we het programma Shock Café laten doen. Ja, precies. Dat concept, hè? Die formule van Shock Café. Kun je eens even kort uitleggen, wat houdt het nou precies in, dat Shock Café? Wat kun je nou verwachten als je er naar luistert? Heel simpel. Voor luisteraars, het is wel bijzonder, door luisteraars. Ja. Nee, het concept is van, het is ook wel de vrijdagavond. De vrijdagavond staat toch een beetje in het teken van de rockmuziek. En het idee was van, joh, vorm met elkaar een teampje. En elke week draait een ander team muziekkeuze naar haar eigen of zijn smaak. En ik denk dat de kracht van de formule is, doordat je 6 tot 8 teams hebt, dat je eigenlijk elke week een ander inslag van muziek hebt. Waardoor je toch gewoon elke keer weer spannend is. Wie draait er nu?
Wat gaan we horen en is dat leuk of niet leuk? En heb je nou op dit moment verschillende soorten mensen met muziek die heel anders muziek beleven en anders tegen muziek aankijken bijvoorbeeld? Of zit het toch allemaal een beetje in hetzelfde genre? Nou, er zit toch wel wat verschil in. Kijk, muziek is natuurlijk heel erg breed. Als ik naar mezelf een bed kijk, wij zitten echt wel een beetje in de blues en de rock. Als je naar de Daltons kijkt, die zoeken echt een hele thema. Dan pakken ze muziek uit de jaren 60, muziek uit de jaren 70. Ton en Lydia, die hebben ook allebei best wel een hele brede smaak. Dus daar zit echt best wel, ondanks dat het allemaal wellicht een beetje op elkaar lijkt. Heel veel variatie in. Ja, en jij weet het natuurlijk als geen ander, omdat jij hier regelmatig de techniek doet en eigenlijk iedere vrijdagavond aanwezig bent. Maar ja, mensen die inschakelen dat laatste uurtje op de vrijdagavond, ja, die horen dat natuurlijk gelijk. Van iedere week is daar wel iets anders te genieten. Hey, dat was een kutzoon. Kan gebeuren natuurlijk, hè? Al dat vinyl. Sorry Ton, maar er moet toch een einde komen aan Rainbow. Ja, en straks wellicht nog wat meer Rainbow. Maar ja, Ton die denkt, ik pak gelijk dat hele uur. Ik heb nog wat van die 1000 in te halen. Ron, kom erbij staan. Goedenavond. 999 weken geleden hadden wij de primeur. De primeur van het eerste Shockcafé. Kan je dat nog herinneren? Nou, dat is ver geleden. Ja, heel ver geleden. Jij woonde toen tijdelijk niet hier in Sliedrecht, maar in de Harskamp. En dan kwam je met je autootje hierheen gereden. En toen hadden wij ooit de primeur van die eerste keer. Ja, een van de nummers die we toen draaiden, die gaan wij nu ook draaien. Gewoon tijden van wel eer die herleven. 1000 afleveringen nu. Hè? We zitten geloof ik in een maand van allemaal jubileum-uitzendingen. Vorige week hadden we die R, we hebben Metal Shock gehad. En nou Shock Café. Zit er nou nog... Is het nou nog steeds leuk? Is er nog steeds die drive dat je zegt van nou, we blijven dit voorlopig nog wel even doen? Nou, in ieder geval nog 1 week, want we hebben nog een week in januari te gaan. En tipje van de sluier, want ja, William die gaat ervoor zorgen dat dit deze week alweer op YouTube en Merwe TV te zien is. Volgende week hebben we de 100ste band live op vrijdagavond hier op het kleine podiumpje in Studio 1 bij Merwe RTV. En ja, die drive Gino, die drive die blijft er. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, want ik zag net de voorzitter Rini Maurik al naar binnen stiefelen. Bij de 100ste uitzending van Metal Shock hebben jullie ooit het tweede uur gekregen? Wat? Dus Shock Café werd. Bij de 150ste uitzending kwam er een derde uur bij. Dat werd toen Aftershock. Inmiddels zitten wij al voor jullie geprogrammeerd. Nou ja, dat wisselen we om met Mark, met Flatland Elk Rundfunk. En Arie, die R, zit daar inmiddels ook alweer voor met zijn programma Die R. En ja, het is gewoon natuurlijk één hele grote vrijdagavondkliek. Van 7 tot 11 zit je geramd bij Merwe RTV. En laat er wel wezen. In wat voor podium kun je eigen muziek in de eten doen? Voor een breed publiek. Want ook mijn smaak en ook mijn voorkeur veranderen constant. Er komt constant een nieuwe muziek uit. En ik heb hier een podium waar ik dat kan delen met anderen. En daarom denk ik dat het daardoor mede gewoon leuk en interessant blijft. Waar komt die ronde naam vandaan? Ja, ik denk dat jij dat het beste kan vertellen. Ja, maar dan moet je nu een ander verhaal verzinnen. Ja. Nou, op een avond keek ik tv, The Nutty Professor. En ik zeg, ja, we moeten wat met die naam doen. toen zijn we wat, go nuts. Doe gek. Doe nuts. Ja, donuts kwamen we toen op. Dat was vooral Mark's inbreng dan? Ja, ja. De donuts. Nou, dat vonden we wat te kort eigenlijk. En omdat we een liedje hadden, dat heette Smells Like Billie Jeans. Hebben we dat... eigenlijk gecombineerd. Smells like. Ja, do nuts. Of donuts. Ja, we doen ook heel veel nummers uit de jaren 90. En Smells Like Teen Spirit, dat is gewoon een instant classic van de jaren 90. En ja, gecombineerd met die donuts was dat gewoon een voor ons pakkende naam. Waarvan we dachten, dat dekt ook gelijk de lading en verklapt een beetje het repertoire. Smells Like Teen Spirit, Billie Jean, Nirvana en Michael Jackson. Dat dekt ook wel een beetje de lading van het repertoire wat jullie spelen. Want ja, jullie zetten nummers in met een riff van bijvoorbeeld Guns N' Roses. En dan gaat er een tekst van een compleet iemand anders overheen. Kunnen jullie aan de kijkers en de luisteraars thuis vertellen wat Smells Like Donuts nou eigenlijk inhoudt?
Ja, ik denk dat het vooral het combineren is. Het is een beetje, ja, muziek is heel veel, heel erg breed. Maar uiteindelijk, dat hele brede kan je ook samenbrengen. En dat is ook het leuke, dat je dat als een mesje bij elkaar kan brengen. He, dus dat je het ene tekst eigenlijk over het andere nummer heen zingt. En dat je dat ook in een medley gooit. Dus dat je eigenlijk alle kanten op gaat met muziek. En ik denk dat dat een beetje de kracht van de band is ook. Ja, dat denk ik wel. Dat we toch een combinatie laten horen die mensen niet verwachten en waar ze enthousiast van worden. Hartstikke bedankt dat jullie hier willen waren. We hebben jullie zojuist in de studio al een daverend applaus gegeven. En wie weet, tot een volgende keer. En wat doen wij op de vrijdagavond met z'n allen?